Wieningen aangekomen bij Hotel Centro. 5 uurtjes over gedaan. Alleen goede file bij je horen. Nou, niet voor mij. Het is kort over 11, dus ga even skiën en dan gaan we het hotel in. Wieningen. Ik ben nu bij de Dalstation. Om 1 uur is pas een pas voor de middag. Dus het is nu 11:30, dus ik weet even wat eten, denk ik. Maar het is wel echt winters op en top hier. Ja, zo is het wel heel mooi geweest, Marco. Even een kleine update. Ik zit hier lekker in mijn eentje in zo'n gondel. Het is mistig, zoals je ziet. In ieder geval bovenin is het mistig. Hartstikke Danny, heel leuk beschuit. Hartstikke Danny, kom je best vooruit. Bullingen. Gek voor mezelf. Een paar ambulances al gezien. Met name dat. Roodla aan die kant. Er gebeurt toch vaak ongelukken mee. Ja, voor de rest is het wel prettig hier. Even lekker een dagje eruit. Dus ja, nummer eentje. Nou ja, ook wel leuk, maar toch samen is de winst toch wel leuker. Oké, we gaan eruit. Ik sta nu op de top, speeltuintje waar de kinderen kunnen spelen in de zomer. Ik heb geen idee wat dit voor toren is. Even kijken. Echt helemaal alsof je je waantje in de Alpen. Achter deze berg is de gondel, die gaat omhoog. Hier naar beneden. Ga je deze toetsenlift pakken. Of je gaat nog naar hier in het skigebiedje. Even skis uitdoen, denk ik. Ja. En hier heb ik nog een toetsenlift, geloof ik. Ergens. Kijk, ik ga een overdaling maken. Die gaan we nu even doen. Nou, dan moet je toch weer een sleeplift, denk ik. Dus ik dacht eigenlijk ook een toetsenlift toch ergens. Ja. Sleeplift, idee is. Zo hang je dan voor de eerste keer in 10 jaar weer eens in een ankerlift, een sleeplift. Ja. Zo, sleepliftje om mijn hol en gaan. Ga naar boven. Heel veel sneeuw gevallen, dat wel. Dus is het ook wel goed te doen. We gaan naar boven. Gras. Oh, dit is
zon, prachtig jongens. De zon. Wat een winterparadijs, hè. Ongelooflijk. Maar kom op zon, morgen even zon, kom op. Room 206, 2206, 206, 206, 5, 7, 9, 206. Oké, we gaan erin. Oké. My god, wat is dit? Oké. Nou ja. Het is voor één dag hier. Oké, even pakken. Zo, even kijken of je ergens een hapje kunt eten in dit dorp. Het ziet er wel winters uit in ieder geval. Er is op dit moment niemand meer wakker in Winningen. Behalve ik toch een jaar aan sneeuw geweest. Doodstil. Dit is trouwens mijn hotel. Echt winterwonderland hier. 5 uurtjes van Nieuw-Niedorp. 4 uurtjes. We gaan naar bed. Tot morgen. Hele goedemorgen. Kwart voor 9. Niet zo best geslapen. Nou, wel goed eigenlijk. Uiteindelijk. Dus we gaan eruit. Ontbijtje doen. En als het goed is, is het weer vandaag wat beter. Ga kijken. Zo, even ontbijten. We gaan even. Die mogen nog wel een keer. Even ontbijten. Dit is het keer mijn eentje. Ja, toch nog een beetje sneeuw. 1 centimeter. Oh, ik hoop op dat de zon doorkomt. Kom op zon. Dag Hotel Central. Iets kouder dan gisteren, min 5. De zon schijnt wel, dus we gaan de berg op. Woehoe! Kom op met de zon.
Wat een prachtig weer vandaag. Inversie daar. Op een satellietfoto die ik er nu tussen plak. Zie je dat de toppen zichtbaar zijn vanaf de ruimte, satellietfoto's. En daarboven is gewoon 4 graden boven nul. En daaronder is het gewoon min 2, min 3. Sommige mensen komen gewoon naar boven om te wandelen. Er is hier een hele wandelroute uitgezet. Je kan langlopen. Oh, ik ben eens op mijn auto komen, natuurlijk. Nou, wat een weertje. Ik tref het vandaag. Lucky Marco. Het is gewoon warm hierboven. Schitterend. Weer, ik heb het echt tof. Wauw. Pisten zijn goed. Sneeuw is goed. Sneeuw zat. Ja, zat. Genoeg, maar. Oh. Wauw, echt. Slippenslift. Schootjes tussen de billen. En gaan. Hetzelfde slippenslift als gisteren. En nu met zon. Het is zo onwijs om te zien dat de kou onder de inversie, onder het wolkendekentje, niet weg kan. Dus onder is het koud en daarboven is het gewoon warm. Echt heel, heel apart. Het blijft gewoon fascinerend. Dit bedoel ik niet dus. Net stond ik daar bij die groene bomen. Had ik het warm. Iets naar beneden. Hier is wit. En hier is gewoon onder nul. Een hoogte van 150 meter misschien. 100? Ongelooflijk. Kies daarin om een bakje koffie te scoren. En zo zie je in de verte wat ik een geluk heb. Hè. Alles onder de bewolking. En net Wielingen en Winterberg die
scoren boven de bewolking uit. En strak blauwe lucht. Oh man. Geweldig. Geweldig. Is het niet gehad? Hij gaat helemaal naar beneden. Dan gaat hij volgens mij. Ja. Heel langzaam. Ook nog een vrij groot kinderland. Eén lift, dus een folderlift en nog een sleeplift. En die breng je allemaal hier. Nog eentje dan en dan ga ik naar huis. Dag Wielingen. Op Wielingen. Je was top.